Leuk dat je kijkt naar deze video van Caro's Kaartjes. Vandaag ga ik een slakkenpostproject maken. Dit is voor de deelnemers aan het slakkenpost evenement wat wij organiseren speciaal voor World Card Making Day. Maar ook als je niet meedoet, is het natuurlijk een superleuk projectje om te maken. Ik ga je uitleggen hoe je de basis kan maken, maar ik laat je eerst even zien hoe het er allemaal uitziet. Nou, dit is het geworden. Je kan het zo uitgebreid mogelijk maken als je wil. Ik heb hier twee tags in een envelopje en een vellum dingetje. Dat vond ik dan weer leuk vanwege het achtergrondje. Zo, en dan die erin. Deze en deze. Nou, ik krijg ze er even niet in, maakt niet uit. Dan aan de binnenkant heb ik twee pockets. Met twee kaartjes. Je kan er nog wat standjes aan toevoegen voor degene aan wie je het opstuurt. Ik heb er een klein filigraan envelopje in gedaan. Je kan er gewoon zelf een beetje je eigen creativiteit op loslaten. Het is de bedoeling dat je, zeg maar, de basis ga ik je laten zien. Dus hoe je deze twee kaartjes, welke maatjes dat zijn, hoe je dit vormpje krijgt. En dan mag je hem zo aankleden als je het zelf leuk vindt. Even kijken, deze zat hier. Ja, maakt niet uit. Goed. Ik leg dit even aan de kant. Ik laat je eens zien wat we nodig hebben. Nou, je hebt een apparaatje nodig waar je op kan rillen. Of dat nou een stamping trimmer is of een rillbord, dat maakt niet uit. Wat je nodig hebt is 1 gekleurd karton A4. Even kijken, 2 gekleurde kartonnetjes in de maat 14 bij 9 centimeter. 2 keer een stukje wit om op te stempelen, zodat je dat kaartje aan kan kleden van 13,5 bij 8,5. Een stukje vellum van 12 bij 8,5. Dit is optioneel. Dit is dus dat vellum wat ik je net aan de voorkant liet zien. Voor de labeltjes die ik in de voorkant heb gedaan, die zijn ongeveer 10 bij 5 centimeter en 8,5 bij 5 centimeter lang. Als je gaat ponsen met zo'n topperpons, zorg er dan voor wel even dat je ook even meet hoe lang je afgeponste stukje is, want dan weet je dat je hem ietsje langer moet maken. Voor het envelopje heb ik gebruikt het envelop punchboard. Dat mag, dan heb je een velletje nodig van 5 bij 5 inch. En heb je geen punchboard, geen probleem, maak je een pocket van 9,5 centimeter bij 5,5 centimeter. We hebben nog een stukje designpapier nodig van 14 bij 10 centimeter. Van 10 bij 10,5. Een strookje van 2,5 centimeter. En een stukje van 5,5 bij 10,5 centimeter kan een stukje af moeten. En ik had dan zo'n envelopje. Dat is optioneel ook. Je kan er ook iets anders in doen. Een cupje soep of een warme chocolademelk. Of gewoon alleen de kaartjes. Maakt allemaal helemaal niet uit. Het is jouw project. Je mag het zo maken zoals jij het wil. Ik heb een, even kijken, zo'n labelpons gebruikt. Om dit uit te ponsen. Die heb ik op dat stukje vellum gebruikt. Hier heb ik ook nog een reststrookje opgeplakt. Weet je, dat is allemaal helemaal naar eigen keus. En ik heb hier aan de binnenkant heb ik nog gestanste strookjes gebruikt. En daarvoor heb ik nu, even kijken waar heb ik ze, 2 strookjes gestanst met de Demine Stitched Framelits. En daar zit zo'n leuk gestikt kantje in. Dus die heb ik genomen. Nogmaals, heb je een randpons of iets anders, ook goed. Helemaal je eigen idee. Goed, gaan we gauw beginnen. Dan pak ik het A4. Oh ja, hij is niet helemaal schoon, zie je wel? Oh, strafpunten. Even kijken hoor. En je gaat hem rillen op de helft, over de hele lengte. En dat is op 10,5 centimeter. En dan draai je hem om in de breedte. Dus je hebt hem nu, ik kan hem niet helemaal goed zien, maar dit is de hele lange kant. En dan ga je nu de korte kant, 14,8 centimeter, rillen. Zo. En dan heb je dus 4 vakken. Dat is de bedoeling. Nu gaan we vouwen.
Zo. En nu ga ik de onderkant, de onderste rilrand, dus van hier naar hier, ga ik het tussenuit knippen. Je kan dat ook snijden op je snijmachine, maar ik knip hem even. Maar wat ik dus doe, ik knip echt die hele rilrand weg. Ertussenuit, want wat gaat er gebeuren? Zal ik je zo laten zien. Dit is even een beetje trickier. Kijk, hier heb je dan nog, ik weet niet of je het kan zien, zo'n gleufje. En dan knip ik hem echt en daarnaast ertussenuit. En dan heb je hier echt een beetje even naar achteren doen, dan kan je hem zo goed afknippen. En dan heb je hier echt een stukje ertussen, zie je wel. Dat is de bedoeling, want wat gaat er gebeuren als je deze omklapt? Zo. Dan gaat dat zo verschuiven. En dan moet het niet zo zijn dat hij over die rand heen gaat, want dan krijg je dat het helemaal gaat oprullen. Zo. Dan ga ik nu... Kijk, dit is niet helemaal recht. Dat snij ik even netjes met mijn snijer af. Dan kan die kant ook even doen. Optioneel hoeft niet. Maar ik wil wel graag dat dit recht is. Deze kant gaan we nu ook rillen. Maar hiervoor moet ik eerst een stukje afsnijden. Moet ik even meten hoeveel het ook alweer was. Even kijken, want meten is beter. Dit is 7,5. Dit is 2,5. Ja, 10. Even kijken. Dus deze kant. Deze kant wordt, zeg maar, deze kant. Hier leg ik de rilrand, deze rilrand, op 10. En dan ga ik dat stuk afsnijden. Hoppakeetje. En die snij ik helemaal niet af. Nu ga ik deze op 2,5 centimeter hier leggen. En dan ga ik hem rillen. En dan ril ik hem dus tot alleen hier de helft. En bij deze, even om, is makkelijker, ril ik ook 2,5 centimeter. Ja? Goed. Dat hebben we. Dan vouw ik die dubbel. Voilà. En deze ook. Ook dubbel. Hoppakee. Nou, dan heb je eigenlijk al de basis van je hele mapje. Heb je al. Kijk, en dit bedoel ik dus. Daarom moet je er een randje uithalen. Want hij gaat hier zo in. Goed. Nou, dan hebben we de basis klaar. Dan gaan we de voorkant meenemen. En dan de voorkant heb ik die grote basis voor nodig. Die van 14 bij 10 centimeter. Daar heb ik natuurlijk net een stukje afgehaald. Dus het kan zijn dat die meten is weten, hè jongens. Even kijken. Voor het mooi zou er hier even één klein randje af moeten. Dus dat ga ik even doen. Even een klein stukje, dat die even weinig is. Randjes. Zo, meteen beter. Ja, is beter. Kijk dus eventjes hoe jouw papiertje mooi uitkomt. Meet het desnoods eventjes na. En dan plak ik die vast op de voorkant. Zo. Dan gaan we dat envelopje even maken. Hiervoor heb ik het envelop punchboard. En een stukje van 5 bij 5. En ik ga hem scoren op 2. Ik leg hem op 2. Ril en pons. En dan ga ik die rillijnen af. Ril en pons, ril en pons. Zo. Hoekjes afronden. En dan kan je hem in elkaar zetten. Zo. Zo. En dan vouw ik dit eventjes zo. Scorelijn tot puntje tot puntje. En dan terug naar binnen. En dan heb ik hem mooi recht afgewerkt. Dan wil ik dit eraf. Dus dat snijden we er even af. Ik leg hem gewoon 2,5 en chakka. Nou, vind je dit binnenkantje nou niet mooi? Dan
plak je hier gewoon, meet je het even op en plak je hier gewoon een mooie binnenkant in. Ik plak hem nog niet vast, want dat ga ik straks ook doen. Maar anders wordt de video zo lang, dus ik laat hem gewoon even voor nu zo. Nou ja, je doet hier dus dan een beetje lijm en dan zit hij in elkaar. Hè? Dat lijkt me niet zo heel moeilijk. Dan had ik nog twee labeltjes. Even kijken, waar zijn ze? Ik gebruik even een oude labelpons, want ik vond dat strakker leuker in dit geval. We hebben bij Stampin' Up! Diverse labelponsen. Maar kijk, dit bedoel ik dus. Bij deze labelpons heb je heel weinig verlies. Maar sommige labelponsen hebben hier nog een randje. Dus meet dan eventjes op hoe lang. Maak hem gewoon ietsje langer, je kartonnetje. En dan kan je hem altijd nog aan de onderkant afsnijden. Zo. Nou, dan heb ik mijn labeltjes. Ja, voor hierin. Ik heb hier een stukje vellum voor erin. Ja, dat was dat vellum van 12 bij 8,5 centimeter. En hier heb ik dat geponste dingetje. Dat kan ik hier dan zo opplakken. En dan plak ik daar gewoon nog een reststrookje overheen. Aan allebei de kanten. Want als je met op vellum gaat plakken, dan zie je dat er natuurlijk doorheen. Dus als je aan allebei de kanten dat plakt, dan ziet niemand daar wat van. Als je hem op vellum gaat plakken, gebruik tape en geen lijm. Want dan wil je vellum bubbelen. Dat is nog even een andere tip. Eens even kijken. Ik heb een papier van 10,5 bij 10. Je legt de kant van 10,5 zo en de kant van 10 zo. En dan heb je hier precies genoeg om hem onder dat flapje te laten plakken. Je hebt dus niet te veel gebruikt. Gaan we even opplakken. Ik ga hier lijm smeren. Nou weet ik niet helemaal hoe ik uitkom, maar dat geeft niet, dat ik de taak daar ook naar nodig. Hop. Zo. Die op de rand en onderaan ook. Even goed aansluiten. Zo, en dan kunnen we hier de rest gewoon eventjes afknippen. Zo, je kan het ook met je snijapparaatje doen als je dat fijner vindt. Dan had ik zo'n strookje. Even kijken hoe die een beetje uitkomt. Dat ga ik hieronder plakken. Ik vind dit lastig, dus ik leg hem even zo. Dit is altijd wel even uitzoeken. Ik wil maar een klein randje hieronder hebben. En dan lijn ik hem een beetje uit. Zodat hij aan allebei de kanten ongeveer op hetzelfde punt uitkomt. Niet dat je aan deze kant één klein vliepertje hebt en aan die kant een mooi afgerond hoekje. Zo, gaan we dit ook even afknippen. Even aan deze kant. Kijk. Nou, dan begint het er al een beetje meer op te lijken. Dan had ik voor dit stukje bedacht om zo'n strookje erop te plakken. Om 2,5. En dan leg ik dat zo eventjes hier neer. En dan knippen we overtollige knippen we af. Die kant ook. En dan zie je dat dit ook iets te lang is. En dat knip ik dan ook gewoon weg. Niks aan de hand. Gewoon langs de kant knippen. Ik vind dat helemaal goed. Zo. En dan kunnen we dit vast dichtlijmen. Ik gebruik een klein beetje Tombow. Dus als jij tape gebruikt, dan moet je er even op letten. Je hebt maar een heel klein beetje van de Tombow nodig trouwens. Zo, niet en een beetje lekker dicht op de rand lijmen. Niet te dik. Zo, en dan voorzichtig dicht klappen. Even een beetje die kant op schuiven, dat hij goed aan deze kant aansluit. En dat hij uit die rilrand zit, want anders gaat hij dubbel hier aan deze kant dubbel vouwen. En dat is lelijk. Zo. Hier gaat dan straks je versierde kaart in. En dan kan je hem hier zo in de pocket stoppen. Zie je wel? Dat ga ik voor nu niet laten zien. Want dan wordt de video te lang. Maar dan heb je het idee. Dit plakje, dit ga je bestempelen.
Je plakt het hier op en je kan hem erin stoppen. Je kan er nog een leuk labeltje aan maken. Maar kijk even dat dat niet uitsteekt boven jouw dingetje uit. Dat zou zonde zijn. Dit gaan we ook nog even dicht plakken. Zo. Heb jij nou geen envelop punchboard? Dat is helemaal niet erg. Dan gebruik je gewoon een stukje designpapier. Je lijmt drie kantjes en je plakt het hier op. En dan kan je ook die labeltjes daar zo insteken. Helemaal geen probleem. Dat gebruik je natuurlijk aan deze kant. Zo. Hier. Je kan hem ietsje kleiner maken. Je kan hem dan maken zoals je hem zelf wil. Maar het idee is dat je het dan zo erin kan doen. Goed. Waar waren we gebleven? Bij deze kant. Daarvoor heb ik ook nog een strookje papier. Ik laat dat veertjespapier wat ik hier heb gebruikt hier ook weer even terugkomen. En ik ga dat zo ook weer opplakken. Deze kant zo doen. Oh jee, nu heb ik weer lijm te hoog gesmeerd. Ik ben niet handig bezig vandaag. Maakt niet uit, zien jullie ook dat ik niet altijd even handig ben? Dit geeft niks, dat gebruiken we gewoon zo meteen. Dan knip ik dit zo weer netjes af. Opsie. Ik heb voor hier ook nog zo'n strookje. Ga ik ook weer eventjes lijmen. Dit doe ik nu even andersom, want dan even kijken of ik het kan zien. Ik heb daaronder natuurlijk lijm gesmeerd, dus dat was niet zo handig. Dit een beetje evenwijdig. Ja, goed. Kunnen we dit afknippen. Dus één. En dat is twee. Goed. Ik heb inmiddels allemaal lijm aan mijn vingers, jongens. Ik doe even die lijm dicht. Zo. Dit ga ik ook weer even dichtlijmen. En dan ga ik eventjes met mijn vouwbeen dit netjes aanduwen. Zo. Goed. Dan ga ik ook deze kant dichtlijmen. Ook weer hier. Klein randje lijm aan de randjes. Gebruik je tape. Maak je kaart ietsje smaller. Even meten is weten. Zo. Nou, dan hebben we de basis klaar. Ook hier kan je dan weer je kaart versieren. En hier zo instoppen. Moet je wel even je lijm laten drogen. Dat is wel het verstandigst. Ik had dan nog zo'n filigraanzakje erin. Mag, hoeft niet. Heb je dat toevallig, is het leuk. Doe er wat leuks in. Weet je, het gaat erom dat de basis, dat je die gewoon leuk aankleedt. En wat je er verder mee doet, dat mag je helemaal zelf weten qua versiering. Nou, dit is dus de basis. Ik heb dan hier nog mijn envelopje. Heb je die niet, gebruik je gewoon lekker een stukje designpapier waar je een pocket van maakt. Ik heb hier zelf nog een klein envelopje stansje gebruikt. Dat heeft ook niet iedereen. Kan je ook gewoon zelf iets anders leuks versieren. Weet je, doe gewoon lekker je ding ermee. Wat wel handig is, is voordat jij je envelopje gaat plakken. En wil je geen envelopje op de kaart doen, dan is dat handig. Om dan dit lint onder je designpapier te doen of daar iets overheen te plakken. Maar we doen een lint erom. Omknopen. En voordat jij dan straks je envelopje op gaat plakken, is het handig om dat eerst te doen. Ja, ook ik zit wel eens te hannissen met strikjes. Zo. Nou, voor nu even zo. Je begrijpt het idee. En dan heb ik hem zeg maar ongeveer zo dat je hier nog je, doe ik die knoop even wat meer naar de zijkant schuiven. En dan plak ik mijn pocket op. Ik heb hem volgens mij nog iets lager zelfs. En dan kan die ietsje hoger. Zo. Weet je, dit zijn allemaal van die extra mogelijkheden die je daarmee kan doen.
Je kan ook je lintje zo eromheen doen en hier nog wat op leuks op doen. Verzin het, je kan het hier onder je designpapier plakken. Het gaat erom dat je het mapje gewoon leuk afsluit. Ik denk dat jullie hier zo wel mee aan de slag kunnen. En ik zou zeggen, tot stempels! Veel succes! If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear say.